Dan zijn we hiermee aan het einde gekomen van de stemmingen. En nee, je mag niet zomaar weglopen, want ik had een hele lange speech voorbereid, meneer Klaver. En het is... Ja, ik heb een hele lange speech. Nee, laat ik het zo zeggen. Ik heb inderdaad een hele lange speech voorbereid. Met verhalen ook over onze eigen collega's. Ja, ze zit er helemaal klaar voor, zie ik. Maar heel veel collega's die ik in mijn verhalen heb, die zitten niet in de zaal. Dus dat ga ik bewaren. En ik vind ook een beetje, ja, gezien nou ja, de situatie waarin we zitten, is het ook denk ik niet makkelijk om allerlei verhalen te vertellen. Dat doen we een ander moment. Toch wil ik iets zeggen tegen jullie. Ja, nee, u komt er niet in voor. Dus mocht u daar zich op verheugen, maar misschien een andere keer. In elk geval, we hebben een ongekend jaar achter de rug. Een jaar dat niemand had verwacht, met veel onrust en onzekerheden. Die onrust en onzekerheid waren voelbaar in de samenleving, maar ook hier in de zaal. Dus de emoties liepen vaak hoog op. Iedereen was boos op iedereen, laat ik het zo zeggen. En de campagne moet nog beginnen. In de coronatijd hebben we geprobeerd onze werkwijze aan te passen. En we hebben daar alles aan gedaan, dankzij ook de hulp van allerlei medewerkers. Ik zal ze straks even noemen. Maar wie denkt dat we daardoor minder hebben vergaderd, vergist zich. Sterker nog, het is alleen maar meer, meer, meer geworden. De coalitie heeft daar even hard aan meegedaan als de oppositie. Dit jaar zijn er 1605 overleggen met de regering gevoerd. In 2019 waren dat er 1603. Een deel van die overleggen is digitaal gegaan of is omgezet in schriftelijke overleg. Maar er zijn nog altijd 341 fysieke plenaire debatten gevoerd. En met de moties is het helemaal uit de hand gelopen. Er zijn er dit jaar 4.323 ingediend, waarvan 38, ja, door mevrouw Agema, bij de begroting VWS. Corona, over moties gesproken overigens. De laatste tijd worden heel veel moties met algemene stemmen aangenomen. En dat zijn vaak moties die aandacht vragen voor, in gesprek gaan met, spreekt uit. En er zijn ook moties die opvallen, zoals, ja, de heer Geurts is er niet, maar die motie, volgens mij was het vandaag aangenomen. En die ging over een overlevingsreactie bij beuken en eikenbomen, die extra beukennootjes en eikels genereert, wat dan weer een zegen is voor de wilde zwijnen. Oordeelkamer. En het is natuurlijk altijd een feest, en vooral met, in debatten met landbouwwoordvoerders, de heer Geurs, mevrouw Ouwehand, de heer Graus, die mis ik allemaal in de zaal, de heer Futselaar, mevrouw Bromet en de heer De Groot. En je kunt bijna de interrupties en de bijdragen uittekenen. En hoewel de heer Graus heel verbaasd was dat zijn motie met heel veel mensen, veel partijen hebben dat ondertekend. Dus Olifant Buba kreeg een verblijfsvergunning en mocht in Nederland blijven. Daar was hij heel erg trots op. Hij is er niet bij om daar iets over te zeggen, maar hij was blij dat zijn motie aangenomen werd. En die kreeg heel veel aandacht. Nou, ik heb een heel lang verhaal voor de heer Van Menen, maar die hou ik echt voor me totdat de heer Van Menen een keer in de zaal zit. Datzelfde geldt ook voor de heer Omtzigt, voor de heer Van Helvert. Maar dat ga ik jullie niet. Dat vertel ik een andere keer. Ik wil in elk geval ook zeggen dat de commissies ongelooflijk hard hebben gewerkt. Naast alle debatten en commissievergaderingen hebben we in het afgelopen jaar ook stilgestaan bij de viering van 75 jaar vrijheid. Helaas liep het niet zoals gepland en moesten veel activiteiten worden afgezegd. En het is niet gelukt om gezamenlijk een bezoek te brengen aan Auschwitz. Gelukkig konden we op 25 september wel stilstaan bij de tweede Kamervergadering na de Tweede Wereldoorlog. En dat was een bijzonder moment. Feestelijk, maar ook een beetje beladen.
En ik hoorde later van Kamerleden dat zij zich klein voelden, terugkijkend op die zware periode in onze parlementaire geschiedenis. En ik ben toch blij dat het ons was gelukt om die 25 september met elkaar te vieren. Dan wil ik eigenlijk ook... van de crisis hebben we heel veel geleerd. En ik heb ook daar iets van geleerd, namelijk dat je nooit met fractievoorzitters via Pexip moet vergaderen. Dat was geen succes, kan ik u melden. Maar goed, ik wil in elk geval de Kamerambtenaren en de fractiemedewerkers ongelooflijk bedanken. Ze hebben ongelooflijk hard gewerkt. Ik wil mensen van de facilitaire dienst, de technische dienst, de bodes, de schoonmakers, de griffieplinair en de dienstverslag en redactie kregen er in de afgelopen maanden heel veel werk bij. Heel veel dank daarvoor. En ik zie 3 journalisten op de publieke tribune. Ja, Lemya Aharwai, Thomas van Groningen, Lemya Aharwai van NRC, Thomas van Groningen van BNR en Auke van IJssen van het Nederlands Dagblad. Fijn dat jullie er zijn. En ook jullie hebben hard gewerkt. Het was ook niet makkelijk omdat er bijna geen Kamerleden waren op een gegeven moment. Dus jullie moesten op zoek gaan naar nieuws. Dus ik hoorde jullie ook op radio klagen over het feit dat de Kamer niet vaak bij elkaar kwam. Maar volgens mij hebben jullie dat dubbel en dwars ingehaald als al die podcast. Dat zou ik alweer, ik ben een beetje beluisterd. Nogmaals, heel veel dank en ik zou zeggen, rust uit. Ik zie u graag in 2021 uitgerust en in goede gezondheid terug. Ook de minister van VWS moet uitrusten en de premier en iedereen. Heel veel rust uit en een hele mooie kerstdagen. Ik sluit de vergadering.